Bushmen. Bushmel. Hey, meisje. Ja. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer woensdag 9 september 2020. Het is nu, ja mijn klok die doet het weer, 9 uur bijna. Ik ben mijn jas aan het aandoen, want het is de hoogste tijd. De hoogste tijd dat ik met de hondjes ga lopen. Dus dat ga ik doen, want om 9:30 is Caroline weer. Dus, en om 10 uur krijg ik een monteur van Edico. Want ik krijg mijn nieuwe toon. En ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Mauw. Poesmauw. Poesmauw. Hey, meisje. Kijk, en daar hebben we de gemeente. Oh ja, poesmauw. Woef. Hey, woef. Kijk. Want ik heb nou dus nog deze toon. Kijk goed. Ik heb nou nog deze. 1, 2, 3. Ja, dat weet ik. Dat is allemaal goed. Ik heb nou nog deze. Ik krijg dus een nieuwe. Ja. En nou ga ik met de hondjes lopen. Ga je mee? Hi lady. Ga je mee? Ja? Nou kom. En de twee zusjes. Ja, jullie zijn lief. Jullie zijn mooi en jullie zijn lief. Ja, ga. Hé, hey, koekoe, kijk eens. Kijk. Kijk. Ik zeg, kijk, jij gaat daar liggen. Ja, ja. Ga mee, lady. Plasje poepen doen. Lady, ga mee. Plasje poepen doen. Nou, kom. Ja, dat doe ik er ook helemaal bij, hè? Ja. Ja, dat ben ik dus nu even lekker aan het doen. Even afwassen. Ja. Moet ook gebeuren. Huh? Lekker had ik zelf bezoek van Caroline. Ook gezellig. Ik zal even gelijk even kijken of ze er al is. Denk ik niet. Nee. Nope, ze is er nog niet. Nee, is leuk dat ze er nog niet is. Thank you.
denk ik, Caroline. Hi, hi. Ik ga open doen voor je, schat. Je hoeft niet aan te bellen. Niet te lopen. Hi, schat. Hi. Ja, ik was even bezig gelijk met hem de afwas. Bezig. Want ik krijg om 10 uur bezoek van de Eneco. Ik krijg een nieuwe toon, eindelijk. Oh, oké. Okay. Ja. Ik moet mijn contract verlengen en dat doen ze dan met 4 jaar alleen. Dus ja, ik heb gelijk weer een nieuw contract voor 4 jaar. Dus ik krijg een nieuwe toon. Ja. Dames, yo! Worden wel mooi, nee, dus. Ja, nou ik dus in de ban. Ja, ik dacht dus dat er vandaag een toon zou geïnstalleerd zou worden. Dus, ik kijk op mijn e-mail. Ja, mispoeskaring. Wordt niet vandaag, maar dat wordt dus 23 september om 10 uur. Dus nog even 2 weken wachten. Nou ja, jammer dat, maakt niet uit. Dat vind ik helemaal niet erg. Nou, dan maar even 2 weken wachten, maar dan heb ik wel een mooie nieuwe toon. Hé. Hey. En wat zeg jij ervan? Helemaal niks. Wat zeg jij ervan dan? Huh? Lekker buiten gelegen. Je ruggetje is lekker warm. Ja. Je rug is lekker warm. Ja. Ja. Echt wel. Jouw rug is lekker warm. Hey. Ja, jouw rug is lekker warm. Ja. Wat moet jij dan? En jij dacht dat die snel kadoek, hè, zou zijn, hè? Ja, die andere. Deze. Die zachte. Ja, maar deze is ook zacht. Nee, niet klimmen. Niet klimmen. En zo.
Nee. Nee. Ja, je mag die kant op. Maar daar kom je net vandaan. Ga je rondje... rondje zaak lopen. Een rondje om de tafel. Ja, oké. Okay. Nou, we zitten in de auto en ja, we gaan gewoon weer lekker uiteten bij Wereldrestaurant samen. Voordat ik dus weer heel veel comments ga krijgen onder mijn video's alweer. Ja, alweer. En wat je dus hoort qua geluid, dat is van onze auto. Dat is van de Rem aan Rozenkant. Straks ga ik gelijk nieuw bestellen. Remschijf en remblokken. 2 maal aan de voorkant. Dus dan rijden we ook veilig. Ja. Het is eigenlijk nou niet zo handig om te gaan rijden. Maar dit komt toch pas over een tijdje online. Dus moi. Maar we gaan gewoon lekker weer gezellig uit eten. Het is alweer de, ja, de 9e. Nou, 8, 9. Want het is wel praat, we moesten alweer naar 9 van de maand. Dus ja, hè. Ik heb ook de vlog geopend, dus ja, ik moet weten. Maar we hebben net even zo'n lekkere powernapje gedaan. Roderick is weer helemaal... Dat was eventjes de remmen. Ja, nou. Wij zien jullie. Of nog voor, maar zeker bij het restaurant. Nou, daar ben ik nog eventjes. Ja, want... Ik wil even nog wat zeggen. Want de vorige keer waren we er ook... En toen had Ro even wat besteld en via de bakplaat. En Ro die zegt altijd zonder prei en geen wijn erop. Want ze doen altijd wijn erop en dan gelijk opscheppen. Ja, en dan blijft het de alcohol erin zitten. Hier al lief, hier eraf. Dus, en wat wordt Ro altijd van alcohol, dan wordt hij gewoon ziek. Dat is gewoon algemeen bekend. Dus, maar dan zegt Ro, ja, laat maar gaan, bla bla bla. Maar toen heeft onze grote vriend gezegd, joh, luister, ik wil er niet hebben dat jij ziek wordt, want ik heb je gewoon nodig als je er bent. Punt. Dus, mocht het weer gebeuren, dan geef je dat bord maar aan mij. En dan ga ik het opeten. Maar dan moet je het gewoon even aan mij melden. En dan ga ik het regelen dat jij een andere krijgt. Nou ja, we zijn er bijna, want dat is hier achter. Ik zal het even laten kijken. Hier hebben we de Hornbach. Het is daar. Precies achter die bomen daar. Precies achter. Oh, eigenlijk. Kijk. Kijk, daar zit hij. Dus ja, daar gaan we lekker naartoe. Lekker uit eten bij Lekker Bel. Ja. Ja, we hadden besteld voor 8 uur, maar ze weten dat we komen. Onze grote vriendjes, ze weten dat we komen. En
niet meer afhaal papiertje erop. Nope. Ja, maar dat weet ik hier onder andere. En bij mij wel knoflook en prei, maar geen wijn erbij. Ja? Ja? Wijn. Ja, dat is wijn. Ja, dat is en dat is daar. Dat is de wokafdeling. Ja. Mijn biefstuk is trouwens niet helemaal doorgebakken. Heel veel. Zo, en wat heb jij? Ik heb rosbief. Ja. Biefstuk met groene pepersaus. Ja. En stop. En ossenhaaspuntjes toch? Ja, ossenhaaspuntjes, biefstukjes. Oké. Okay. En ik heb carbonade, iets, weet ik veel wel. Carbonade. Wat? Varkenscarbonade. Varkenscarbonade en ik heb ossenhaasbiefstuk. Nee, ja. Kangeroebiefstuk. Oh, kangeroebiefstuk. Ook best prima. Maar eet smakelijk. Ja. Yeah. En drink smakelijk. Wat? Ronde nummer 2. Wat heb jij? Ik heb servetjes. Ja, servetjes. En ik heb hier gevuld ei. Ja. Een stokbrood met kruidenboter. Ja. Een stokbrood zonder kruidenboter. Ja. En champignons zonder champignons. Oké. En aardappeljes. Dat is mooi. Mooi. Ik heb dus haring en ik heb, wat je kan zien, een lekkere oester. Zo, ik ga het eerste doen als deze. Ja. Hij is erg zout. Een lekker stokbroodje met kruidenboter. Zo, dat was weer lekker. Wat? Nou, lekker aan de haring. Een zoute haring zeker. Ja, Mimi. Peper.
Ja, ik mag je dezelfde niet opzetten van de baas. Alleen dat. Hij lijkt er wel veel op, heel veel op, namelijk. Hij lijkt er wel veel op, veel. Jullie. Ah, goed, dan is het zo. Kijk ik een beetje te veel op je handjes? Nee, toch? Doorpakken. Geen wijn en geen groentes. Ja. Hij staat een beetje in het ijsberen, joh. Ja, zo kun je ook stukjes maken, ja. Ja? Zelfde. Wel deze. Nou, ik had dus net dus de varkenscarbonade en ik had de kanker op die stuk net. Nee. Hey. Een nummerootje 4. Kijk, en dit zijn de sausen die ze allemaal hebben. Dat is dus bij de bok. Bok. Is het druk vandaag of niet? Een beetje. Alles die lukt is, hè? Beter is aan de andere kant. Dan moeten wij echt de zon tegen gaan raden hoe oud de broer van Julian is en hoe oud Julian zelf is. Ja, en dat zei ik toch, hè? Ja. Lekker een beetje doorbakken. Dat is dus de bok. Ja, thank you. Ronde nummer 3. Hoe deed je dat? Ik, ja, 3. Yes. Oké, wat heb jij? Ossa's, gewoon stukjes. Flink doorbakken. Ja. En kip ketchup. Lekker. En zonder wijn, niks? Geen wijn, geen brei en andere rommel. Okay. Alleen pepers ook. Mooi. En ik heb biefstuk en garnaaltjes. Yay. Met ketchupsaus. Ik wil heel. Mee. Ja, plassie doen. Goed zo. Er is een solo in de lucht. Ja, geef mee dan. Lekker hè. Ga je toch die kant op, schat. Even alleen, hè, en met de vrouw, hè. Ja, is handig, hè. Even lekker alleen, hè. Lekker, schatje.
Het is lekker, hè? Een klein tuintje gemaakt. Ja, is ook handig. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, het is alweer bijna 11:30. Ja, ik ben nu nog een vlog even aan het editen. Die moet nu nog 11 minuten, zegt hij. Nou ja, hij is nog even de tijd aan het bekijken. Maar oké, ik ga de vlog lekker afsluiten. Dus ik zou zeggen, vind je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, abonneer even, doe het belletje aan. Laat er zeker een duimpje omhoog achter. En laat ook een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Een dikke tuut op je snuit. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Hey, doei!